De Italiaanse gemeenschap viert ook bij ons Ferragosto, een feest dat teruggaat tot de Romeinse tijd. Het werd nadien door de katholieke kerk geclaimd voor Maria Hemelvaart. Vandaag is Ferragosto voor de Italianen een nationale rustdag, waar gegeten, gedronken en gedanst wordt. De voorbije 3 jaren zijn alleen de reiging van corona, oorlog, inflatie en de prijs van energie en voedsel zwingden de pan uit. En toch, één zaak heeft dat niet klein gekregen, dat is de sociale mens, het willen samen zijn. Dit hier is enkel mogelijk vanavond en ik wil hem van harte bedanken. Dankzij Naki, Lydia, de familie van hun, een deel vrijwilligers van de Vrienden van de Kaas, van RWW enzovoort. Ook het verenigingsleven en de vrijwilligers, dat heeft een knauw gekregen voor bijna 3 jaar, maar het is zeker nog niet dood. Het begint langzaam te heropleven. We zijn bijzonder blij dat we vanuit het stadsbestuur hier ook heel even het woord mogen nemen, want inderdaad, Ferragosto is toch wel iets wat in Genk gekend is en morgen is het zover. Ik wil misschien toch ook even stilstaan bij dat inderdaad ook Maria ten Hemelopneming is. Het is een katholieke feestdag, want morgen hebben we trouwens iets bijzonders in onze stad. Namelijk ook een priesterwijding. Dat is nog niet zo vaak gebeurd sinds ik burgemeester ben. Maar Gianluca, die wordt morgen priester gewijd in Genk om 3 uur. Dus dat is toch ook wel een mooie symbolische betekenis, denk ik, dat hij op Ferragosto priester gewijd wordt in Genk. Hij is een kleinzoon van een migrant die naar hier kwam. Zijn moeder is terug naar Italië gegaan en hij is terug naar hier gekomen en hij neemt hier nu eigenlijk toch wel een belangrijke taak op. In Genk kwamen de Italianen samen in de Casa Papa Giovanni voor een overvloedige barbecue. Je ferai l'amour pour te câliner un peu pour un peu avec toi. Je ferai des folies pour la vie dans ton lit pour un peu avec toi. Oh, la petite. En dan kwam de sfeer er echt in. En er zou nog veel en laat gedanst worden. Want als de Italianen feesten, dan feesten ze.